Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes, burgemeester, mevrouw Merks. Welkom op het terrein van het Haags Veegbedrijf van de gemeente Den Haag. Ik ben super blij dat ik hier op deze dag, op dit moment en op deze plek jullie weer live mag verwelkomen. Nadat we de afgelopen 2 jaar dat digitaal hebben moeten doen. Noodgedwongen. Fijn dat u hier allen bij ons bent. En in het bijzonder heet ik de familieleden en nabestaanden van de gevallenen die wij vandaag herdenken van harte welkom. Uw aller aanwezigheid hier toont aan dat deze herdenking zowel voor u als ook voor ons nog steeds heel belangrijk is. Het is voor mij een eer om dit alweer voor de 13e jaar te mogen doen. Uw gastheer zijn bij deze bijzondere herdenking. Een jaarlijks terugkerend moment dat mij steeds weer raakt. Met name dit jaar, waarin verschrikkelijke beelden uit de Oekraïne onze huiskamers binnenstromen. Beelden van verwoeste steden en mensen op de vlucht. Beelden in HD en kleur, die hetzelfde laten zien als de korrelige zwart-wit beelden die ik ken vanuit de documentaires over de Tweede Wereldoorlog. Beelden uit een land in Europa dat nog geen 150 kilometer hier vandaan ligt. Beelden uit 2022. Beelden die je doen beseffen dat leven in vrede en vrijheid een groot voorrecht is. Een voorrecht dat we nooit als vanzelfsprekend moeten beschouwen. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat de mensen in de Oekraïne vorig jaar op dit moment dachten dat ze in een land van oorlog zouden leven. Of op de vlucht zouden zijn. Of in een ander land zouden wonen. Terug naar het hier en nu. Want vandaag herdenken we met elkaar de ambtenaren die het leven lieten in de Tweede Wereldoorlog. Gewone mensen die waarschijnlijk ook nooit hebben bedacht dat ze op 10 mei 1940 in een wereldoorlog verzeild zouden raken. Laat staan dat ze het einde van die oorlog niet zouden meemaken. Dat is toch wat er gebeurd is. Op de 4 monumenten, hier samengebracht sinds 2012... staan 34 namen van de Haagse ambtenaren die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Zij waren werkzaam bij de gemeentelijke plantsoenendienst, thans de dienst Stadsbeheer, het gemeentelijk energiebedrijf en het gemeentelijk gasbedrijf, die zijn opgegaan in Eneco en Stedin, en de gemeentelijke reinigingsdienst, die we nu kennen als de Haagse Milieuservices. Daarvoor ziet u nog 3 monumenten voor de 45 omgekomen ambtenaren van de voormalige diensten gemeentesecretarie, gemeentewerken en maatschappelijk hulpbetoon. Deze monumenten bevinden zich in het stadhuis op het Spui. We herdenken dus vandaag 79 omgekomen Haagse ambtenaren. Deze 79 ambtenaren hadden een Joodse achtergrond, waren Jehovah-getuigen, zaten in het verzet, werden als dwangarbeider aan het werk gezet of waren slachtoffer van de bombardementen of de mislukte lancering van de V2-raketten. Een van de 79 namen op de monumenten achter mij is die van Cornelis Pieter Kreukniet, Kees. En daar wil ik graag even bij stilstaan. Kees Kreukniet was gemeenteambtenaar C en als kassier in dienst bij de gemeente Den Haag. Hij verzette zich in de Tweede Wereldoorlog actief tegen de bezetters door het drukken en verspreiden van een illegaal blaadje. Op 8 oktober 1944 werd hij door de Duitsers opgepakt tijdens het verspreiden van zogenoemde illegale lectuur en belandde in het beruchte Oranje Hotel. Tijdens zijn verhoren heeft hij nooit de namen genoemd van zijn collega's uit het verzet. Met betrekking tot Kees werd altijd verondersteld dat hij op 28 oktober 1944 in het Oranje Hotel overleden was aan longontsteking en pleuris. En dat zijn lichaam verdwenen was. Niets blijkt minder waar. Recentelijk is door de bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht op het ereveld Loenen het lichaam van een tot nu toe onbekende Nederlander geïdentificeerd. Dat aan de hand van een DNA-match van een nabestaande. Deze onbekende Nederlander blijkt Kees Kreukniet te zijn. Daarbij is ook vastgesteld dat Kees niet overleden is aan een longontsteking, maar dat hij door de bezetters werd gefusilleerd. Een treurig bericht.
maar misschien toch een bericht met een lichtpuntje voor de nabestaanden. Want zij weten nu dat Kees eindelijk terecht is gekomen en hoe hij echt aan zijn einde is gekomen. Het klinkt misschien vreemd, maar ik denk dat dit toch na al die jaren van onzekerheid voor de nabestaanden een rustgevende gedachte is. Kees is terecht en ze weten nu waar hij is. Rust zacht, Kees. Ik ben dankbaar dat er dit jaar ook nabestaanden van Kees hier bij deze herdenking aanwezig zijn. Dadelijk zal onze burgemeester ons toespreken, gevolgd door Norbert van der Kamp van Stedin. En daarna zal Arjen Baars namens de Haagse Milieuservices een gedicht voordragen. Aansluitend zal het signaal tap toe klinken, waarna we gezamenlijk 2 minuten stilte in acht nemen. En na de 2 minuten stilte zal het Wilhelmus te horen zijn en volgt de bloem en de kranslegging. Dan geef ik nu graag het woord aan onze burgemeester Jan van Zanen. Geachte aanwezigen, en ik zeg dan met name ook nabestaande familieleden. Ik heb net met de familie Kreuk niet kennis gemaakt, die zijn hier dus voor het eerst. En ook met de dochter en 2 kleinzonen van meneer Van Driel. En met de andere familieleden hoop ik zo meteen nog kennis te maken. Deze 4 mei is anders dan andere keren. Met de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne voor ogen en de verhalen van de getraumatiseerde vluchtelingen in onze oren, lijkt de Tweede Wereldoorlog in Nederland ineens minder lang geleden. Net als veel Oekraïense steden nu, was ook Den Haag in 1945 een geschonden stad. Letterlijk en figuurlijk. Vol ruïnes en kaalgeslagen plekken. 77 jaar later zijn de sporen van die tijd nog altijd herkenbaar. Maar dan moet je wel het verhaal erachter weten. Het verhaal hoe Den Haag in 5 jaar tijd ruim 15.000 inwoners verloor. Hoe de Joodse gemeenschap en die bijvoorbeeld van de Sinti en Roma nagenoeg werden uitgemoord. Hoe mensen leden onder oorlogsgeweld en onderdrukking. En hoe dappere vrouwen en mannen in verzet kwamen. Hij werd net genoemd. Zoals Cornelis, oftewel Kees Pieter Kreukniet, ambtenaar bij de dienst gemeentewerken, dat deed en die met zijn leven voor zijn verzetswerk moest betalen. Hij werd gefusilleerd. Kees lag jarenlang begraven op het ereveld in Loenen als onbekende Nederlander. Onlangs kon, werd net verteld, naar speurwerk van de stichting Wereldoorlog 2 Sporen zijn lichaam geïdentificeerd. Juist nu er steeds minder ooggetuigen over zijn, moeten we die oorlogsverhalen blijven vertellen. De slachtoffers een gezicht geven. En de herinnering levend houden aan wat hen is overkomen. En daarom staan we vandaag stil bij de gemeenteambtenaren die omkwamen. 79 vrouwen en mannen. Hun namen zijn te vinden op herdenkingsplakettes in het stadhuis en hier op het Trekvlietplein. En dankzij medewerkers van het Haagse gemeentearchief weten we wie ze waren en hoe ze aan hun einde zijn gekomen. Het waren mensen van alle leeftijden en van alle achtergronden. Mensen als Johanna Bruins. Haar naam staat vermeld op een van de herdenkingsplakettes in het stadhuis. Op 17 mei 1944 kreeg ze een tijdelijke aanstelling als administratieve kracht op de gemeentesecretarie bij de crisis- en distributiedienst. Johanna woonde ergens in het Bezuidenhout. Waar precies weten we niet. Wel weten we dat ze op 3 maart 1945 bij het bombardement op die wijk in de Adelheidstraat om het leven is gekomen. Johanna Bruins was toen 21 jaar oud. Op een van de monumenten hier op het Trekvlietplein staat ook de naam van Willem Hertley. Willem Hertley was bij het begin van de oorlog als hoofdambtenaar in dienst bij het gemeentelijk energiebedrijf, het GEB. Hij sloot zich al vroeg aan bij het verzet en verborg wapens in een van de magazijnen van het GEB. In de zomer van 1942 werd Willem opgepakt en na een proces in het voorjaar van 1943 ter dood veroordeeld wegens spionage, sabotage en wapenbezit.
Op 29 juli 1943 is Willem Hertley op de Leusterheide op 52-jarige leeftijd bij Amersfoort gefusilleerd. Na de oorlog kreeg hij postuum het Verzetsherdenkingskruis. De naam van Theo Cassuto is ook te lezen op een plaquette in het stadhuis. Hij kwam in 1921 in dienst bij de gemeente, waar hij later ook zijn tweede vrouw Hermine Catan ontmoette. In opdracht van de Duitse bezetter werd Theo Cassuto in 1941 ontslagen als ambtenaar van de dienst maatschappelijk hulpbetoon omdat hij Joods was. Na een gang langs verschillende concentratiekampen kwam Theo uiteindelijk in Dachau terecht, waar hij op 6 februari 1945 op 41-jarige leeftijd is overleden. Zijn vrouw Hermine en zijn zoontje Robert van 3 waren een paar maanden ervoor in Auschwitz vergast. 3 namen, 3 collega's van toen, van wie de levens voortijdig beëindigd werden. Wij gedenken Johanna Bruins, Willem Hertley en Theo Cassuto en zijn gezin en alle andere omgekomen gemeenteambtenaren en hun naasten met eerbied. In het besef hoe gelukkig we mogen zijn dat we hier en nu in vrede en vrijheid mogen leven, denken en werken. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester. Mag ik nu het woord geven aan Norbert van der Kamp, compliance officer bij Stedin. Geachte aanwezigen, vandaag 4 mei 2022 herdenken wij, staande voor bijzondere oorlogsmonumenten hier aan het Trekvierplein, onze medewerkers die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog tussen 40 en 45 zijn omgekomen. Deze korte woorden van mij, uitgesproken namens netbeheerder Stedin, zijn voor alle betrokkenen en nabestaanden van de mensen die werkzaam waren bij de reinigingsdienst, de gemeenteplantsoenen, het gasbedrijf en het elektriciteitsbedrijf Den Haag. Voorheen werd hier gesproken door een vertegenwoordiger van energieleverancier Eneco. Stedin heeft als netbeheerder in deze regio deze herdenking overgenomen. Aan mij de eer dit voor de eerste keer namens Stedin te doen. Als vertegenwoordiger van Stedin sta ik even stil bij de gevallenen in de periode van 40-45, van wat dus destijds het gemeentelijk energiebedrijf en gasbedrijf was. Destijds waren dat gemeentelijke afdelingen van waaruit aansluitingen op het gas- en elektriciteitsnet werden gecoördineerd. En persoonlijk voel ik mij verbonden met deze dag. Ik zal dat kort uitleggen. Ikzelf ben nu 61 jaar. Ik ben het jongste kind van een vader die tussen zijn 12e en 16e, dus in de periode 42-45, 3,5 jaar in verschillende jappenkampen gevangen zat. Een broodmagere puber achter prikkeldraad. Destijds in Indië een ander toneel van diezelfde oorlog aan de andere kant van de wereld. Ik voel die verbondenheid met u, terwijl we elkaar in het dagelijks leven niet kennen. De oorlog waarover aan tafel, toen ik jong was, bijna niet werd gesproken, maar wel tot uiting kwam in de blik van mijn vader, als ik mijn bord niet leeg had, of met de laatste rijstkorrels of aardappels als 10-jarige zat te spelen. En hij wilde er niets van zeggen, omdat hij begreep dat voor hem die oorlog ergens moest stoppen. Maar innerlijk schreeuwde hij het uit. De pijn zat er nog steeds en is gebleven tot zijn overlijden. Oorlog stopt namelijk niet als geschiedenisboekjes zeggen dat de oorlog is geëindigd. Als geschiedenisboekjes zeggen dat deze oorlog heeft gewoed van tijdstip A tot tijdstip B. Oorlog gaat daarna door in de hoofden van degene die hebben het meegemaakt en overleefd. In hun gedrag en uit de soms schaarse verhalen wordt duidelijk dat deze mensen enorme littekens meedragen. U als nabestaande van de mensen die we hier herdenken heeft daar vast en zeker mee te maken gehad. U bent een aantal zeer betrokken families die rechtstreeks zijn geraakt
door het vlies van een wellicht nog vader, grootvader, overgrootvader. En ik voel dus die verbondenheid met de geïnteresseerden in deze dag. Ook de mensen die er voor het eerst zijn. Mensen die zich afvragen, hoe heeft dat nu, 80 jaar geleden, ooit kunnen gebeuren? Dat er zo een onderscheid gemaakt werd tussen mensen. Dat zaken als ras en geloofsovertuiging bepalend werden voor je behandeling. Aan het begin, in 1940 en 1941, bepaalde je ras of geloofsovertuiging of politieke overtuiging of je mee mocht doen. Of je je gewone leven mocht doorzetten. Of juist keihard werd buitengesloten door bijvoorbeeld gedwongen ontslag of winkels niet in te mogen. En later in die oorlog werd je ras of overtuiging zelfs een zaak van leven of dood. Voorafgaand aan het bijwonen van deze plechtigheid heb ik het boek Vier herdenkingsmonumenten aan het Trekvierplein doorgenomen. En allerlei vragen komen dan op. Wie waren de omgekomen ambtenaren? Hadden ze een gezin? Hoe bleven die gezinnen achter? Wat voor verschrikkelijke momenten van angst hebben de overlevenden en ieder met hun eigen verhaal wat doorlopend aandacht verdient, wat voor momenten hebben ze meegemaakt? En uit het boek begrijp ik dat er ambtenaren zijn weggevoerd wegens ras, wegen het simpele feit van Joodse afkomst te zijn. Of wegens geloof, het simpele feit een Jehovah geloofsovertuiging te hebben. Of wegens het feit dat een percentage werd bevolen onder hele zware omstandigheden gedwongen arbeid te verrichten in Duitsland. Mensen, dus soms heel specifieker uitgepikt, of gereduceerd tot de objectieve norm, het percentage in de statistiek van de bezetter. Ongekend, vreselijk, en laten we het niet vergeten. Nooit. Om ervan te leren, om de gevallenen te eren, dat het nooit meer voorkomt. We zijn verplicht van de gebeurtenissen van 80 jaar geleden te leren voor de mensen die hier met hun naam op de gedenkstenen staan. En we zijn het verplicht aan de toekomstige generaties. Ik citeer Jules Schellevis, een Nederlander van Joodse komaf, overlever van 7 vernietigingskampen, verschillende boeken geschreven. En het volgende tekende hij op. Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld? En tevens, dwars door deze stad, dwars door dit land, voor de ogen van landgenoten, en het leek zo geleidelijk te gaan, elke keer een stapje verder. Niet meer naar het zwembad mogen, niet meer mogen meespelen in een orkest, niet meer mogen fietsen, niet mogen studeren en dan op straat worden gezet, worden opgepakt en weggevoerd. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Van den Kamp. Dan mag ik nu het woord geven aan Arjen Baars, directeur van de Haagse Milieuservices, die een gedicht zal voordragen. Geachte aanwezigen, alles van waarde is weerloos. Bij het lezen in de krant over de situatie in Oekraïne gaan de gedachten snel naar deze beroemde woorden van Lucie Baer. Alles van waarde is weerloos. Deze zin schreef Lucie Baer in het gedicht De Zeer Oude Zingt in 1954. Een Nederlandse dichter. Het is een dichtregel die vele betekenissen oproept, maar misschien wel vooral verwijst naar wat klein en kwetsbaar is. En hoe dat het meest waardevolle is wat er bestaat. De oorlog in Oekraïne herinnert de wereld er voor de zoveelste keer aan hoe fragiel, kostbaar en waardevol vrijheid is. In de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen hun leven gegeven voor de vrijheid.
We staan hier bijeen om de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog te herdenken die dicht bij ons staan als afvalinzamel in Den Haag. Deze herdenking is voor onze gevallen collega's die het meest waardevolle dat ze verloren, dat ze bezaten, verloren, namelijk hun eigen leven. Alles van waarde is weerloos. 77 jaar geleden vierden wij de vrijheid. Die werd ons gegeven door bondgenoten, door mensen die om ons lot gaven, die voor onze vrijheid vochten. De verworven vrijheid vieren wij morgen. Vandaag staan we stil bij hen die ons ontvielen als gevolg van een terreurbewind. Het is teleurstellend om te constateren dat de wereld de grote les van de Tweede Wereldoorlog nauwelijks ter harte heeft genomen. Oorlogen en terreur zijn aan de orde van de dag. Dat kan somber stemmen. Maar laten wij dat omdraaien om onze gevallen collega's mooi te herdenken. Het wijst ons op de waarde van vrijheid, keer op keer. De waarde van het leven. De waarde van de vrijheid om te leven. Hoe weerloos ook, de schoonheid daarvan is ongekend. Onze gedachten gaan uit naar onze collega's en hun nabestaanden. Hun dood is hoe zinloos ook niet voor niets geweest. Zij doen ertoe. Hun leven doet ertoe. En hun dood doet ertoe. Tot op de dag van vandaag. Ik wens iedereen vrijheid. En daag tegelijk iedereen uit om regelmatig de waarde van vrijheid in te zien. En daar waar mogelijk te strijden voor vrijheid. Dat moeten wij zelf doen. Want de vrijheid strijdt niet voor zichzelf. Alles van waarde is weerloos. Dank u wel. Dank je wel, meneer Baars. Dan zal nu de trompetist het signaal tap toespelen. En daarna wil ik u verzoeken om 2 minuten stilte in acht te nemen. Om stil te staan bij de gedachte dat wij hier in vrijheid mogen en kunnen zijn. Na de 2 minuten stilte zal de trompetist het Wilhelmus spelen. En we zullen met elkaar het bekendste couplet meezingen. Het zou fijn zijn als u in de gelegenheid bent om te gaan staan.
Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, zullen we nu overgaan tot de kranslegging. Als eerste zullen onze burgemeester en gemeentesecretaris Ilma Merks samen een krans leggen namens de gemeente Den Haag. Dank jullie wel. Vanavond om 8:00 herdenken we nogmaals alle mensen die het leven hebben gelaten tijdens deze oorlog en alle andere oorlogen en vredesmissies die daarop volgden. Leven in vrede en vrijheid is een groot voorrecht. Ik zei het al eerder. Het is iets om vaker dan eens per jaar stil bij te staan. Besef het, koester het. Want de oorlog in de Oekraïne toont aan dat vrede nog vrijheid vanzelfsprekend zijn. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er geen dag meer geweest waarop niet ergens op de wereld een oorlog of een burgeroorlog werd uitgevochten. Dat stemt droevig. Ik ben zelf van de generatie die tot 24 februari jongsleden nog nooit een oorlog tussen twee landen in Europa had meegemaakt. Op die 24 februari besloot Rusland Oekraïne met geweld binnen te vallen. Zoals in elke oorlog worden ook nu weer gewone burgers het slachtoffer van al dit geweld. Steden worden met de grond gelijk gemaakt en wie kan slaat op de vlucht. Ook hier in Den Haag ontvangen wij Oekraïense vluchtelingen. Ze worden met open armen en een warm hart ontvangen. Met de oorlog in de Oekraïne zal het uiteindelijk net zo gaan als elke oorlog. Eens komt er een einde aan. Dan zullen de puinhopen worden opgeruimd, dan zal de herbouw starten, zullen monumenten, zoals deze, verrijzen. En zullen zij die omkomen ook worden herdacht. Omgekomen zijn, sorry, worden herdacht. De kracht die uitgaat van het herdenken op 4 mei en het stilstaan bij het feit dat wij hier in vrede en vrijheid mogen leven, is ook vandaag weer voelbaar. Laten we deze kracht blijven voeden en daarmee niet alleen deze vrede en vrijheid bestendigen, maar ook het overbrengen naar hen die thans niet in vrede en vrijheid leven, waar ook ter wereld. Dit zou het doel moeten zijn van ons en van alle toekomstige generaties. Want ieder mens moet in vrede en vrijheid kunnen leven. Volgend jaar hopen wij wederom op 4 mei om 10:00 u te mogen ontvangen bij deze monumenten op het Rivlietplein. Waar we dan gezamenlijk kunnen herdenken. Mede namens de burgemeester en de gemeentesecretaris dank ik u en uw dierbaren voor uw aanwezigheid en aandacht. En wens ik u nog een hele fijne dag toe. Ik mag u uitnodigen om nog wat na te praten en een drankje en een hapje te nuttigen hiernaast. Bedankt voor uw komst.